geen enkele staatsadviseur verdeelt bazookaarten in Nikeri. Dat zei minister Bronte Somhadjo, coördinator van de Onderraad Sociaal Zekerheidsstelsel, vandaag in de Nationale Assemblée. Parlementariër Deo Sharman had de vorige week aangegeven dat er binnen het bazoobeleid zaken goed misgaan. Dat hier, en ik krijg informatie vanuit Nikeri, dat staatsadviseurs in Nikeri bezig zijn te registreren wie een bazookaart wil hebben. En die kaarten worden uitgeprint in Paramaribo en gedistribueerd in Nikeri. Dat is de situatie. En ik hoef u niet te vertellen dat het verbonden is aan partijpolitiek. Dit is onmogelijk, onkan, voorzitter. En dit gaat verkeerde proporties aannemen als wij als Nationale Assemblée niet gaan optreden. Ik roep de regering op deze zaken serieus aan te pakken. Gelooft u mij? Als eenmaal de hek over de dam is, gaan we het niet kunnen controleren. En ik wil ervoor waken in de Nationale Assemblée oproepen om deze zaak serieus te volgen. Laat Baso niet een politiek instrument worden, welke kant het nu wel op gaat. Voorzitter, er werd een vraag gesteld van uw geacht lid Sharman, dat er een staatsadviseur Baso-kaarten verdeelt in Nikeri, voorzitter. Voorzitter, wij kennen maar twee staatsadviseurs. Eentje heb ik gevraagd, die zit hier en hij zei nee, ik verdeel geen kaarten bij Nikeri. De andere ken ik ook en die had een andere antwoord, maar die kan ik hier niet herhalen in het parlement, voorzitter. Maar hij verdeelt ook geen kaarten in Nikeri. Hij heeft dat niet nodig. Hij heeft dat nooit nodig gehad. Minister Somhadjo zegt dat de regering de zorgpunten van het parlement heeft meegenomen en zaken anders zal aanpakken. Zo wordt gewerkt aan de decentralisatie van de bazookantoren. Vanmorgen is er een bazookantoor geopend in Saramaka. En vooral het binnenland willen we sterk aanpakken, maar daarvoor hebben wij natuurlijk middelen nodig, voorzitter. Voorzitter, wat betreft kinderen onder de... onder de 16 jaar en de burgers vanaf 60 jaar wordt het door de overheid verzekerd. We zijn continu bezig met het vergemakkelijken van de dienstverlening. Ik kan u cijfers geven van bijvoorbeeld Nikeri, waarin vanaf november 2020 tot en met februari 2020 12.182 aanvragen zijn gedaan en waar er nog een 500 van moeten worden beoordeeld. Zo kan ik dat ook aangeven. In Wanica zijn er 30.000 zoveel aanvragen gedaan vanaf november en van die 30.000 moeten er nog 1.800 worden beoordeeld. Dus voorzitter, we lopen of hebben bijna geen achterstand. Wij begrijpen de zorgen van sommige van uw parlementariërs. Minister Somhadjo wijst erop dat de regering er alles aan doet om de dienstverlening te vergemakkelijken en efficiënter om te gaan met staatsmiddelen.